Onder het Thatcher-regime waren de veranderingen zo traag dat niemand ze opmerkte. Vandaag zijn de veranderingen zo snel dat iedereen wel beseft dat het verandert, maar we weten niet in welke richting en wat de inhoud is van de veranderingen. We beleven de verandering van de verandering. Je zou het kunnen zeggen voor diegenen die een wiskundige knobbel hebben, dat de geschiedenis de tweede afgeleide is geworden van zichzelf. De verandering van de verandering. We leven, denk ik, op een scheiding van twee tijdperken. La croisée des chemins, c'est une image évidemment beaucoup utilisée, elle est dépassée par les événements. Nous vivons, en fait, je crois, la croisée des siècles. Un nouveau monde qui naît et qui émerge. Et ces changements donnent lieu évidemment à un sentiment, une sensation aussi, d'angoisse et d'insécurité. Angst, onzekerheid, onveiligheidsgevoelens. Het tast veel mensen aan. Het tast ook veel jonge mensen aan. Maar je dis souvent aux jeunes, vous n'avez pas d'avenir. Vous devez bâtir votre avenir. U moet uw toekomst zelf bouwen. Maar dat is een geweldige opdracht. En dat gaat gepaard met grote hinderpalen die men moet overwinnen. Dit alles leidt tot heel wat onvrede in onze samenleving en ontevredenheid. Wat een grote paradox is, want onze samenleving heeft het eigenlijk nooit zo goed gehad als vandaag. Leidt ook tot heel wat pessimisme. Il suffit de voir les statistiques des suicides dans nos pays pour s'en rendre compte. Et il y a pas mal de jeunes qui s'écrient en plein désespoir et en pleine détresse, arrêtez le monde, je veux en descendre. Doe de wereld stoppen, ik wil er af. En dat is natuurlijk een geval, een gevoel dat bijzonder destructief is. En door voor de klaagmuur te staan, gaat men niet de bouwstenen vinden die nodig zijn om de toekomst op te bouwen.